Bij zijn eerste oefenwedstrijd is het altijd even sfeerproeven en de nieuwe spelers beschermen. In dit geval twee stiks, Yannick Wildschut en Mitchell Dijks. De oren, Eikrem, komt volgende week pas omdat hij van Noorwegen het jeugd-EK nog maar spelen had. Verder binnen Rijtelaar en Finn Bokersson nog maar krekwerven rom en spelen dus nog net mooi. De wedstrijd is vanzelfs net echt van belang. Heerenveen liet leuk voetbal zien en het wordt maar liefst 6-0. En hoe prop je dat in een kwartiervetting? Nou, hier komt er. De eerste is van Marten de Roon. De tweede van Joey van den Berg. 3-0, Ramon Zomer. 4-0, Yannick Wildschut. Van La Parra maakt de 4-0. Uth in de spits en scoort de 6-0. De mooiste van de jong is eigenlijk deze, van Joey van den Berg. Hoe krijgt hij hem erin? Dijks brengt de stand op 8-0 en Uth prikt de krijgt van Rijs nog de Jochen en de 10-0 in. De tweede helft er dan twee compleet nieuwe ploegen en bij Heerenveen benamen de jeugd. Ek een nieuw spandoek, want het protest gaat gewoon terug. De tekst opzouten, mooi die houten metoten. Al ingepakt, vraagteken. Actoui scoort in de tweede helft 1 keer, maar verder wordt de tweede helft van Luciano Slagveer. Hij komt nou definitief bij de eerste selectie en zal de strijd ongeveer met Rajiv Van La Parra. Maar Kin zal het in deze wedstrijd ik goed in de spits uit te voeten. Hij scoort maar liefst 5 keer en zo wordt het 16-0. Mitchell Dijks is nou een van die twee nieuwe mannen en een wieke los bij Heerenveen. De stap van Amsterdam en Ajax naar Heerenveen is wel even wennen. Nou, ik heb het hier naar mijn zin en ja, ik vind het leuk. En het is wel heel relaxed. Het is anders dan in Amsterdam natuurlijk. En nou, hele aardige mensen. Ik heb een heel leuk team. Dus nee, ik heb het naar mijn zin. Van Basten begint ons zijn tweede seizoen bij Heerenveen. Vrienden, hier wie hij in het begin net zo heel tevreden over de selectie. Hij woerde er wel wat meer bij, hè? Maar nou is hij dat wel. Alleen nog over de onval is hij nog kritisch en mat er misschien nog wat bij. Ik denk dat het op zich ja, goed zal zijn als we nog een gevaarlijke buitenspeler erbij zouden krijgen. Dat zou Sabic dan kunnen zijn? Of? Ja, ik hoop op een wat sterker kaliber, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, dat moet allemaal kunnen, het moet passen, het moet er zijn. Dus nou ja, en voor de rest denk ik dat we redelijk in orde zijn. Verdediging middenveld, dat staat verder wel oké zo, mits er niks weg gaat. Ja, nou, we moeten even kijken hoe dat ook nog in de komende weken loopt. Maar tot zover redden we ons wel. Ja. Blij dat je weer begonnen bent? Ja, ik vind het leuk hier en ik werk prettig. En uiteraard heb ik het ook altijd naar mijn zin als ik vakantie heb. Maar goed, het is goed dat het een bepaalde periode is. Want uiteindelijk is het ook weer goed om te werken. Ja, super bedankt hè.